Welkom in het Verre Oosten, schalden er zojuist door de speakers. U ziet de shirts inderdaad. Stadions vol is de boodschap. Hopelijk snel. Het goede nieuws is dat er in ieder geval mensen aanwezig zijn hier in Zwolle. Waar de stemming verbeterd is sinds de winterstop dankzij twee zegens op rij. 2-0 tegen Willem II, 1-0 bij Heerenveen. Aan allebei de wedstrijden dus de 0 gehouden. En Zwolle mag weer naar ploegen net boven zich kijken. De opstelling van Zwolle kent in Javan Andersson, een debutant links achterin. Hij speelt omdat Mees de Wit, de clubtopscorer, er niet bij is vanwege een coronabesmetting. Aanvoerder Bram van Polen was een vraagteken, maar die is op tijd hersteld. Scoorde de winnende in de laatste wedstrijd. Daar staat hij. En ook op de bank. Onder andere Max de Waal, Strieder terug, die er niet bij was tegen Heerenveen. Scheidsrechter is Yannick van der Laan. Videoscheidsrechter Luca Cantino. En dit is de aanvoerder van NEC, Lasse Schöne. Bij NEC vooral achterin wat wijzigingen. Ivan Marquez geschorst na zijn rode kaart tegen Feyenoord. Verdonk komt er daardoor als linker centrale verdediger bij. In een opstelling met drie centrale verdedigers. En El Karouani, terug van de Afrika Cup, speelt links achterin. Jordi Bruin is terug in de basis. Akman verhuist naar de bank. Redan. Deano Reinders speelt Redan in. Saimak. Reinders buitenom gooit hem in één keer voor. Dat is helemaal niet onaardig bedacht. Naar de buitenkant in één keer voorgegooid door Reinders. Darvalou kon er net niet bij. Van Polen, die heeft heel veel tijd. En een goede voorzet in huis. De kopbal is van Pelle Clement. Slechts geschampt. Goed. Van Polen speelt de bal volgens Van der Laan. Metson heeft er wel een beetje last van, maar ondertussen is Zwolle alweer weg met Redan. Nu Clement. Andersson aan de linkerkant. Is een rechtsboot, dus naar binnen. Dan kan je schieten. Kies ervoor om de bal af te leggen op Clement. Nou, dan mag Nakayama het proberen. Het contract loopt af van de Japanner. Komende zomer. Omdat Kersten geblesseerd is, mocht hij niet weg in de winterstop van PEC Zwolle. Javan Andersson. Opgeleid bij Ajax. Daarna naar AZ gegaan. Daar speelde hij één wedstrijd in het eerste. Via Cambuur uiteindelijk naar Italië. Eerst naar Bari. Daarna dus Lazio. Gehuurd tot het einde van het seizoen. Hier is Redan. Het is te veel tijd nodig, want deze Andersson stond vrij. Uiteindelijk krijgt hij ook wel de bal. En heeft hij wat ruimte om het eens met rechts te proberen, Javan Andersson. Mist wat kracht en misschien ook wel het verrassingselement. Roy. Komt aan bij Vet. Tassan. Goede schijnbeweging, goede versnelling. Tafsan, Metsel niet, maar daar is nog wel het schot van Jordi Bruin. En dat schot is trefzeker. Frustratie bij PEC Zwolle, dat goed aan de wedstrijd begon, zelf wat gevaarlijke momentjes had. Een boze Lamproe, dat was ergens wel voor te stellen. Want de tijd en de ruimte die Bruin krijgt om die bal binnen te schieten, dat mag PEC Zwolle zich aanrekenen. Maar het is ook een hele goede actie van Tafsan. Ja, het is Van der Belt die hem eigenlijk pan klaarlegt. Die verdedigt zonder te kijken waar de tegenstander in zijn rug zit. En dan is het een koud kunstje voor Jordi Bruin. Dan staat NEC dus op voorsprong. Metson, ja, een linkerbal.
Doet hij ook al voor de tweede keer deze wedstrijd. Dit is helemaal onverstaanbaar van Verdonk. Dat leidt tot een enorme kans voor Saimak. Dan is het alsnog raak via Redan. Wat een gepruts achterin bij NEC. Net met pijn en moeite op voorsprong gekomen. En dan zo weggegeven. En zo valt er op beide treffers in een tijdsbestek van nog geen 2 minuten wel het een en ander aan te merken op het verdedigende werk. Eerst deze bal van Metson, dat is eigenlijk al veel te veel risico. Dan lijkt het met de sisser af te lopen. Dan deze van Verdonk. Saimak, geen buitenspel. En dan nog een keer Verdonk. Ja, en dan profiteert uiteindelijk Pek Zwolle ervan. Via Darshan Redan. Dat was een paar keer echt niet goed. En met name niet van Kelvin Verdonk. Clement weggestuurd door Nakayama. Wel met Odenthal. Hij gooit hem in één keer voor. En dan goed. Saimak legt hem klaar. En dan is daar de kans voor Redan. Die wel heel zachtjes inschiet. Clement aarzelt niet. Gooit hem voor. Goed die dan wegkomt. En dit is prima gedaan door Saimak. En beroerd ingeschoten door Darshan Redan. Vet. Ja, krijgt hem bij Tafsan. Dan komt er weer zo'n uitbraak van NEC. En zijn ze nu met een man of 4-5 eruit. Tafsan doet het zelf. En Lamproe heeft hem klem. Zodat Metson niet meer bij die bal kan. Hij de gevaarlijkste man bij NEC. Nakayama net niet. Krijgt die bal achter zich. En nu Clement maar terug naar Lamproe. Meijer die zijn ploeg aanspoort om druk te zetten. Dat gebeurt ook. Van Roy en dan is Meijer boos dat daar te weinig steun was. En nu moet NEC terug omdat Darvalou er vandoor is. Clement helemaal vrij gezien door Darvalou. Clement met links en dan daar de inglijdende Saimak. Met de eerste echt goede mogelijkheid na rust. Hij was boos voorafgaand aan die counter van Pek Zwolle. Rogier Meijer. Via Darvalou en Clement. Dat is een Saimak die bal raakt. Aangeraakt. Bovendien met rechts. Darvalou kan daar niet bij. Goed. Levert in bij Reinders. Echt wat ruimte nu voor Pek Zwolle. Redan, dat is goed meegenomen en meegegeven. Hier is Javan Andersson. Dat zou een debuut zijn. Hij krijgt hem nog wel langs de keeper. Maar de keeper krijgt hulp, Branderhorst. Is goede aanval van Pek Zwolle. En dan Andersson. Het is een lastige hoek. Oh, dat is slim gedaan door Schöne. Nou, daar is de kans voor Pruin. En de redding van Lamproe. Bruin blesseert zichzelf bij dat schot. Heel slim gedaan. De loopactie van Bruin, de paas van Schöne. Goed gekiept door Lamproe. Tafsan daar twijfel bij Pek Zwolle achterin. En een hele stevige tackle van voet. En een rode kaart. Ja, die voelde hij al een beetje aankomen. Het is echt een onbezonnen sliding van Simon Voet. Belachelijke overtreding. Hij doet het misschien niet expres, maar het is zo ongelooflijk gevaarlijk dat dit een 100% juiste beslissing is van Yannick van der Laan. Het is dan echt zo'n fase waarin dat publiek een thuisploeg een beetje kan helpen met z'n tienen. Dan moet er gevochten, gestreden worden. En dan kan je die aansporing best gebruiken. Zelfs als het stadion niet helemaal vol zit. Akman. En Huiberts. Daar Falou. Op wilskracht. Helemaal alleen.
Nu pas mens op de helft van NEC van Pek Zwolle. Daar Valou en bijna nog de Waal. Rechts van Roy vrij. Het gaat via Schöne ook daadwerkelijk die kant op. Tafsan niet. Daar Valou. Dat is goed gedaan. Huibert, het is 1 tegen 1. Met Goed. Darvalou komt nu ook en die krijgt hier de bal. Darvalou, de hoek is lastig, maar het zou zomaar kunnen. Darvalou! Redding Branderhorst. En nog een keer Osama Darvalou. De Waal. En uiteindelijk kan de NEC uitverdedigen. Dat wil het voetballen doen. Akman. Nou, zo is de beste kans. Met 10 tegen 11 voor Pek Zwolle. Hier nog een keer die kans van Darvalou. De hoek is lastig. Hij denkt gewoon hard schieten. Dan recht op Branderhorst af. Het is de beste kans van de tweede helft. 5 minuten. Okita. Barreto. En Goed. Van Roy. En dan voor het doel. Waaronder Rakman. Van de blessuretijd zit erop. Nog maar een keer Van Roy. Nog maar een keer die bal inbrengen. Vet. Met de aanname. Akman, Vet en Okita. Barreto. Gaat hij het dan doen? Bijna. 1-1. Hier is de eindstand in Zwolle tussen Pek Zwolle en NEC. Daar zal Pek Zwolle, gezien de situatie in de slotfase, waarschijnlijk het meest tevreden mee zijn.